kwestie met minister Jan Bon. Goedenavond, meneer de minister. Laten we beginnen met de actie tegen mensensmokkelaars zoals gisteravond. U zit daar met een groot probleem, want u zit met een mol ergens in de organisatie, ja, die dit verraden hebben zodat het niet kon doorgaan. Ja, en dat is op zich onaanvaardbaar, want ook politiemensen zijn gebonden door het beroepsgeheim. En daarom heeft de leiding van de politie beslist om een intern onderzoek te gaan doen, om te kijken van waar dat lek ergens zou komen. Maar gelijk zoveel beroepscategorieën zijn ook politiemensen gebonden door het beroepsgeheim. En kan dat niet, dat acties van welke aard dan ook, maar dat acties op voorhand worden publiek gemaakt, dat kan de bedoeling zijn. Ja, rekent u erop dat dat iets kan opleveren, want het gaat blijkbaar om verschillende mensen die lekken, een viertal vanuit de politie, maar ook hoorden we gisteren bij getuigenissen vanuit de overheid, vanuit regeringsdiensten. Ja goed, daar is een beetje vaag over gedaan, overheid en zo. Wat denkt u? Ja, ik weet het niet, want daarvoor hebben we, als ik het wist, dan moesten we geen onderzoek doen. Hè. Dus daarvoor is een onderzoek gestart en we zullen kijken wat het resultaat daarvan is. En ook dan handelen als we het resultaat van dat onderzoek Ja, eigenlijk kan u zeggen dat u wordt gesaboteerd in uw beleid en niet enkel door de hulporganisaties die hulp verlenen in het Maximiliaanpark in Brussel. Nee, dat is veel te kort door de bocht. Het is niet omdat een of andere ergens lekt dat we gesaboteerd worden door... De politie is wel sterker om als organisatie op te treden dan dat dat afhankelijk is van één iemand die Malefide een lek zou doen. Dus nee, ik durf niet zeggen dat we daarin geboycott worden. Nee. Laten we het nog eens hebben over wat er gisteren is gebeurd en waarbij de hulporganisaties aankondigen. We zullen dit vaker doen, die politieacties, dwarsbomen. Ja, dit gaat duidelijk om een heel groot verschil in visie tussen uw beleid en dat van Theo Franken, waarbij u zegt streng maar rechtvaardig, en de hulporganisaties die zeggen, ja, maar iedereen heeft het recht om geholpen te worden. Ja, dat is ook zo. Iedereen heeft het recht om geholpen te worden, maar het is mijn functie, mijn rol om de wet toe te passen. En deze mensen die naar hier komen, die, want dat is het geval, manifest weigeren om asiel aan te vragen, want er zijn procedures voor. De wet laat toe dat dergelijke mensen in de asielprocedure stappen. Zij weigeren dat. Mm-hmm. Zij doen dat niet. Dus zij kiezen ervoor voor in de illegaliteit te gaan. Nu, illegaal, het woord zegt het zelf, is niet legaal. En dan moet de overheid optreden. Daar is geen weg naast. Maar dan zeggen de hulporganisaties, is er niet een veel humanere aanpak mogelijk? Dat zou toch kunnen? Maar mevrouw, wat is er humaner dan de mensen inlichten dat dit geen perspectief heeft? Dat in de illegaliteit verdwijnen in een land, dat geen perspectief heeft. Dat er alternatieven zijn, namelijk asiel aanvragen. En als die mensen dat dan manifest weigeren en ervoor kiezen om in iets te gaan dat geen perspectief biedt. Zij proberen naar Engeland te gaan, of naar het Verenigd Koninkrijk tenminste. Dat is onmogelijk of heel, heel moeilijk en ook via illegale wegen. Dus het is toch onze ding om die mensen, onze opdracht om die mensen goed in te lichten. Zeggen van kijk, je hebt hier geen perspectief. Ga terug naar waarvan je komt. Daar is uw toekomst. Uw toekomst is hier niet, tenzij dat men voor asiel in aanmerking komt en ook die asielprocedure zou volgen. Maar die mensen kiezen daar bewust voor van niet. En dan moeten wij als overheid de wet toepassen. Daar is geen weg naast. Als ik het heb over humaan, dan denk ik ook aan de getuigenissen die we hier horen van hulpverleners die zeggen, ja, de politie treedt ook dikwijls agressief op. Er zijn meldingen van gebroken been, hondenbeten. Daar gaat het toch over? Ja, en dat wordt ook onderzocht. Dus natuurlijk niet toegelaten dat de politie, wanneer daar geen aanleiding toe is, agressief optreedt. De politie mag geweld gebruiken in bepaalde... Het heeft een monopolie op het gebruik van geweld in wel omschreven gevallen. Dus u bevestigt dat het wel degelijk gebeurt? Ik bevestig dat wij die klachten hebben gekregen en dat onderzoek gestart is om te kijken of daar inderdaad politiemensen hun boekje te buiten gegaan zijn. Maar het is niet omdat een politieman geweld gebruikt, dat dofies buiten de wet valt. De politie heeft een monopolie in wel bepaalde omstandigheden, wanneer er heel veel weerstand is of dingen, om geweld te gebruiken. Dus dat onderzoek zal gebeuren. Als die bewuste politieman of politievrouw het boekje te buiten gegaan is, zullen ze bestraft worden. Maar we gaan eerst het onderzoek doen en dan veroordelen of oordelen. Oké. Als we het hebben over dat verschil in visie dat ik net
aanhaalde, ja, de hulporganisaties die zeggen dat ze zich duidelijk gesterkt voelen door de discussie die er is geweest, ook op regeringsniveau, de twijfels die er zijn. Ik geloof niet dat er veel discussie op regeringsniveau over het asiel- en migratiebeleid geweest er is. Ja, maar op... u weet waar ik het over heb. Nee, dit gaat over de Soedan-kwestie, ja, dus, onder meer. Maar wat is de discussie? Want dat gaat ook over het Maximiliaanpark. Maar ik geloof niet dat er veel discussie binnen de regering over de over woordkeuze en toestanden, dat, ik denk dat we dat gehad hebben. Maar over de lijn van de dingen. We hebben op een bepaald moment gezegd, we gaan Soedanezen terugkeren. Dat was een regeringsstandpunt. Dan blijkt vanuit kennis die een of andere NGO op het terrein had, dat het eventueel zou kunnen dat er martelpraktijken zijn. Dat onderzoek loopt toch nog, meneer Jan Bond? Dus er is toch helemaal niks bewezen op dit moment? Nee, dus als u mij even mijn redenering laat afmaken, dan hebben we een volwassen gesprek en dan is dat gemakkelijker. Dus we hebben dan onmiddellijk gezegd, we zetten de terugkeerbeleid naar Soedan zetten we terug en we gaan een onderzoek doen. Het commissariaat-generaal moet het onderzoek voeren en in tussentijd, voordat het onderzoek afgelopen is, doen we geen terugbrenging meer van Soedanezen. Daarna zullen we op basis van dat rapport kijken wat de conclusies zijn van dat rapport en zien of we al dan niet het terugkeerbeleid naar Soedan moeten bijsturen. Het terugkeerbeleid naar Soedan, dat gedragen was door heel de regering, en dat zal ook bijgepast worden door heel de regering. En dan zullen het bepaalde ministers of staatssecretarissen zijn die dat beleid moeten uitvoeren. Oké. Ik viel u even in de reden omdat u aanhaalde dat er eigenlijk geen probleem was of geen discussie binnen de regering. Dat kan men toch niet echt beweren. Over de grond van de zaak, namelijk een terugkeerbeleid en dat tijdelijk stilzetten en wachten tot het rapport er is, daar was geen discussie over. Het ging over woordkeuzen en van die dingen allemaal. Daar ging het over. Maar over de lijn, wat te zeggen van kijk, er is aanwijzing. Een informatie dat er al dan niet martelpraktijken zouden zijn. Dat men niet weet wat er gebeurt als Soedanezen daar aankomen. Voilà, en dat wordt onderzocht. En op basis van dat onderzoek zullen we conclusies trekken. Ja, ik wou ook graag nog uw reactie op de hervormingsplannen die minister van Sociale Integratie Ducarme dit weekend heeft aangekondigd, lokte heel wat reactie uit. Hij vindt dat artsen niet langer medische hulp moeten verlenen aan illegale mensen, als blijkt dat dat niet echt dringende medische hulp is. Ja, ik denk dat een arts gebonden is door de artsencode. En de artsencode zegt dat je mensen in nood moet... De eed van Hippocrates. Dus ik denk dat de artsen binnen die code moeten optreden. Ja, want dat is ook wat de woordvoerder van BEVAS zegt. Die, denk ik, niet bepaald aan de linkerzijde kan worden thuisgebracht. Hij reageerde geschokt op deze hervormingsplannen. Hij zegt ook, het is niet duidelijk wanneer medische hulp dringend is en wanneer niet. Maar ik denk dus u neemt hier afstand? Ik denk in zijn uiterste is dat wel duidelijk. Als iemand een kleine wonden aan zijn vinger heeft, of een zwarte of zware wond. Maar neemt u hier dan afstand van? Maar ik heb de plannen zijn nog niet op het niveau van de regering gekomen. Dat is waarschijnlijk een idee waar meneer Ducarme zit. Wij zullen die plannen bekijken, maar ik zeg het, elke arts is gebonden door zijn plicht als arts. En wij gaan natuurlijk dat niet veranderen. Oké. Meneer Jan Bon, u maakte zich al eerder bezorgd over het aanzuigeffect. Ook dat, weet u, is een discussie van Soedanezen die naar Brussel komen. We horen hier de hulporganisaties zeggen dat aanzuigeffect waarover u het heeft, daar klopt niks van. Hoe zit dat nu? Nou, ik begrijp dat de hulporganisaties dat zeggen, want het laatste wat zij natuurlijk doen is laten aantonen dat door de activiteiten zij ontplooien, dat er effectief een aanzuigeffect is. Maar hoe zit dat nu? Wel, ik heb in de commissie Binnenlandse Zaken vorige week tekst en uitleg gegeven. Ik heb ook de cijfers genoemd. En wij zien een stijging van het aantal transitmigranten in dit land. De politie heeft regelmatig acties gedaan. Ja. Acties zullen ook verder lopen. En dus we iedere keer opnieuw zien we een stijging. En waar komen die cijfers precies vandaan? Want zij weerleggen ze. Ja, nee, ze weerleggen niet. Ze weerleggen niet. Ze zeggen dat het niet waar is. Dat zijn twee... Ze zeggen dat de toename al van veel vroeger dateert. Van in september. En dat het typisch is voor de winterperiode dat gebeurt. Ik denk niet van in september. Want in september hebben we een daling gezien. Maar ik denk vanaf november. Dus dat heb ik ook in de commissie Binnenlandse Zaken zo gezegd. Dat er vanaf november een stijging is. Maar die stijging zien we zich nog altijd verder zetten. Dus dat het aantal transitmigranten... En dat zijn eigenlijk mensen die door mensensmokkelaars, die door netwerken van mensensmokkelaars naar hier gehaald worden. Ja. Zonder perspectief. Die toch in, zelfs als ze door goedmenende mensen opgevangen worden, toch in zeer hachelijke omstandigheden hier moeten verblijven. Dus wij gaan verder in ons werk.
werk om die mensensmokkelaars, die netwerken van mensensmokkelaars, plat te leggen. Want dat zijn de criminelen die zich rijk maken, die zich verrijken op kap van sukkelaars en die hun een toekomst voorhouden hier, die we hun niet gaan kunnen bieden. Dus ik denk dat dat noopt om dat keihard aan te pakken. Dus u blijft erbij dat u daar wel degelijk recente en duidelijke cijfers over hebben. Ik lees het verslag van de Commissie Binnenlandse Zaken erop na. Ik heb daar gezegd op welke datum we welke cijfers hadden en dat ging in stijgende lijn. Ja, gisteren heeft de actie zich verplaatst naar stations, perrons, treinen, waar ook migranten proberen op een andere manier bepaalde plekken te bereiken. Daar zijn 17 illegalen opgepakt, als ik het goed heb. Hebt u zicht op wat voor nationaliteit die mensen hebben? Nee, ik heb daar er waren inderdaad 17 mensen opgepakt. Ik heb daar op dit moment geen zicht op wat de specifieke nationaliteit heb. Ik kan wel zeggen dat vier van die 17 mensen overgebracht zijn naar een gesloten instelling. Oké. Nu, om af te ronden, minister Jan Bon, vandaag is ook het terreurniveau teruggebracht naar niveau 2. Wat betekent dit nu precies? Is de dreiging dan minder aanwezig op dit moment? Ja, de dreiging is minder aanwezig. Niveau 3, dat wou zeggen dat de kans op een aanslag groot en waarschijnlijk was. Niveau 2 wil zeggen dat die kans wel nog bestaat, maar niet meer zo imminent aanwezig is als in niveau 3. Moet er wel de zaak in die zin nuanceren. Dat er een aantal sites nog in niveau 3 blijven. Dus het is geen niveau 2 over alles en nog wat. Ja. Het is een aantal sites blijven in niveau 3. Dus dat zijn bijvoorbeeld de Jodenbuurten waarover burgemeester De Wever het heeft? Wel, het heeft natuurlijk niet veel zin om te gaan zeggen van daar is het niveau 3 en daar is het geen niveau 3. Dat geeft de terroristen dan een handleiding, bij wijze van spreken, om te zeggen als je wilt toeslaan, sla dan daartoe. Maar u weet, sinds 2001 is de Joodse buurt in Antwerpen al in een verhoogde staat van waakzaamheid. Dus ja, dat kan ik wel bevestigen. Maar de andere sites, dat ga ik hier niet... Dat begrijp ik volkomen. Minister Jan Bon, dank u wel voor uw komst naar de studio. Goedenavond.